Toen ik hier een week geleden stond, bereikte de tarwekoers op de Matief zijn laagste punt sinds eind juni. €177 per ton. En afgelopen week zagen we toch zeker aan het einde, in de tweede helft, behoorlijk wat verbetering. Tarwe doet €180,75. En op de CBOT ging het ook ruim $3 omhoog. En daarmee moeten we eigenlijk niet vergeten dat we deze afgelopen week ook nog een bearish wasderrapport vanuit de USDA hebben gezien. VS tarwevoorraad toch wel laagste niveau sinds 6 jaar. Meer productie, maar ook meer export. Het is vooral technische koop eigenlijk op de beurs in Europa. Omdat die tarwekoersen zo laag stonden, wordt er veel gehandeld. Nou ja, de oogst in Europa is bijna afgerond. Duitsland nog een paar percelen. Frankrijk is klaar. En in Rusland zijn ze nu ruim over de helft. Opbrengsten daar op dit moment 2% beter dan vorig jaar. Er is veel handel vanuit Rusland. Vanuit Europa rustig. En rond die 180 blijven we wel even.